Deze nieuwsuitzending wordt erg interessant, want samen met Jurk Liesman heb ik hoofdstuk 1 van Genesis doorgeploegd. En dat kostte niet één kwartier, dat kostte wel meerdere kwartieren. Eindelijk zijn we door het hoofdstuk 1 heen en nu gaan we hoofdstuk 2 doen. En dat schijnt heel spannend te zijn of te worden. Is het niet, Jurk? Wel, de Bijbel lezen is altijd spannend en interessant. Want ik persoonlijk heb toch die ervaring gedaan dat elke keer als je serieus neerzit om de Bijbel een beetje te studeren, dat wil zeggen als je niet maar eventjes 5 minuten neemt om iets te lezen of na te kijken, als je ze echt open doet om daaruit te leren, dat je elke keer terug een nieuwe ingeving krijgt van hoe dingen samenhangen en dat je nieuwe dingen ziet die je daarvoor niet gezien hebt. Ik bedoel, als we door Genesis gegaan zijn, hebben we denk ik meer dan 4 uur daarover gedaan. Voor het eerste kapitel. Ja. En ik maak daar een beetje satire natuurlijk. Ja, daar zijn kapitelen, daar gaat er uiteraard rapper over, maar daar zijn ook kapitelen, daar doet er misschien zelfs nog langer over. Ik vond 4 uur voor Genesis 1 eigenlijk niet lang. Ik vond het zeer interessant wat we toen besproken hebben. En ook, weet je, daar zijn dingen aan bod gekomen. Dat wist ik ook op voorhand niet. Dus, tijdens de studie zijn me daar dingen opgegaan. Dat ik zeg, van daar moet ik eens een keer gaan over praten. En zie, die is een keer die verbinding. Dat heb ik vroeger zo ook nog niet gezien. Ik bedoel, dat maakt het zo interessant. Maar daarvoor moet je ook met de juiste geest eraan zitten, laat maar zeggen. Ja. Als je de Heilige Geest niet dabei hebt, die je leidt in alle Wahrheit, zoals Jezus ons aangekondigd heeft, als hij ons verlaten heeft, dat om zegt, ik stuur jullie de trooster en die gaat jullie in alle Wahrheit leiden. Als je die dan niet meer bij hebt, dan lees je die Bijbel in feite gelijk een romanverhaal, gelijk een andere Harry Potter. Hè? Ja. En dat is een groot verschil. Uit de Bijbel kun je zoveel uittrekken. Kijk, de Bijbel is, ik heb dat altijd al gezegd, dat is onze gebruiksaanwijzing voor het leven. Als je nu, bij wijze van spreken, een auto koopt, je komt ook met een gebruiksaanwijzing. En je moet die auto zo gebruiken, gelijk in de gebruiksaanwijzing staat. Je moet de Bijbel zo gebruiken, gelijk in haar gebruiksaanwijzing staat, gelijk God het je beveelt. Anders ga je een probleem hebben. Want als je de volgende keer bij de naftstatie staat met je nieuwe auto en je zegt van, oh, ik vind dat leuk, suikerwater geeft me altijd heel veel energie, ik pak nu een keer in plaats van diesel, smijt ik suikerwater in die tank, dan zal dat ook wel goed gaan, want bij mij gaat dat ook goed, dan zul je wel een beetje problemen krijgen. Je moet je houden aan de reglementeren, aan die regels. Ja. En het boek, of het woord van God, het heilige boek, de Bijbel, is in feite niks anders als een stel van regels die wij krijgen hier op aarde. Een punt die ik onlangs aangehaald heb met Tom, en hij is dan niet helemaal met mij mee akkoord, of vindt het verrassend dat ik daarmee afkom. Tom Frass, even voor de kijkeraars, Tom Frass is dat, hè? Ja, van Inquisition Update. Dan moet er misschien zo'n keer over nadenken om het te verwerken wat ik daar gezegd heb. We waren natuurlijk weer al eens een keer bezig over de Verenigde Staten van Amerika. En de Verenigde Staten van Amerika hebben ja een constitutie, ja, die hebben een onafhankelijkheidsverklaring afgelegd, dan hebben ze een constitutie opgesteld. En daar zijn heel veel Amerikanen, ik denk dat is bijna geen die dat niet beweren, dus bijna iedereen gaat beweren van dat ze heel veel rechten hebben gekregen in deze constitutie. Dat strijd ik niet af. Maar het begint met een verklaring van, ik zal het een keer in het Engels zeggen, every man is created equal and is given inalienable rights, certain inalienable rights from our creator. Nou, from our creator, dat staat er al niet bij. Dus, ze hebben dus bepaalde onafneembare rechten gekregen, staat daarin. Ja? Dat wil zeggen inalienable rights, oké? Zijn dus rechten die je niet kunt afnemen van die mensen, zolang als deze constitutie geldt in elk geval. Nou, ik heb tegen Tom gezegd van, ik zeg, maar kijk, God geeft ons geen rechten. Ja, als je de Bijbel leest van Genesis tot Revelatie, ga je nooit niet ergens tegenkomen dat God zegt van, jij hebt het recht om dit en dit en dit te doen. Nee, God geeft ons wetten, hij geeft ons orde, hij geeft ons ordinaties, hij geeft ons regels, maar hij geeft ons geen rechten. Rechten krijgen we alleen hier in deze wereld.
mensenrechten, recht van vrijheid van spreken, vrijheid van gedachten, vrijheid van verzameling, vrijheid van te kiezen waar je wilt wonen, waar je wilt werken. Maar dat zijn dus rechten gegeven van een mens. En als een mens rechten geeft, dan kan hem ze ook terug afpakken. Ja? God geeft geen rechten. God heeft ons nooit een recht gegeven. Dat enige recht, als we zo mogen zien, dat we hebben, dat is misschien dat we kunnen zeggen van we hebben het recht om te leven. Omdat hij ons dat leven geeft. Maar we hebben geen rechten. Maar we hebben wel regels gekregen. En deze regels, en dat is waar ik op neer wil, die staan in dat boek, die staan in de Bijbel. En we zitten nog maar helemaal in het begin. We zitten nog maar in het tweede kapitel van het eerste boek. Ja, je bent nog niet eens begonnen. Ja. Nee, maar zo belangrijk als het eerste boek van Mose is, daarmee bedoel ik dus compleet Genesis, eveneens belangrijk is het laatste woord van de Bijbel. Openbaringen. Aha. Ja? En men ziet vaak hoe dat die twee samenhangen ook. En dat vind ik eens een keer leuk. En als we dus zo'n Bijbelstudie doen, gelijk vandaag, als we zeggen van we gaan nu Genesis 2 wat lezen en gaan bekijken, dan gaan we van hier Genesis 2 in zoveel andere kapitels en boeken van de Bijbel terechtkomen, waar dat wat hierin staat zijn neerslag op heeft. En het begint in feite al in de tweede vers. Want als ik lees in de eerste vers, als ik mag beginnen. Eerst het eerste vers. Ja, ik mag beginnen, ja? Ja. Dus in de eerste vers lezen we: Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Ja? Want we herinneren ons, we hebben afgesloten in Genesis 1, vers 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Ja? In plaats van gewoon goed, gelijk daarvoor, was het nu very good. And the evening and the morning were the sixth day. Dus gaat het verder, want we moeten één ding ook eens een keer eventjes voor onze luisteraars. Ja. Heb je helemaal gelijk, ga door. De Bijbel is geschreven niet in kapitel en versen gelijk wij het vandaag hebben. Dat was één schriftrol. Elk boek was op zich geschreven in een rol, ja, in een scroll, op dierenhuid en dergelijke dingen meer. Maar was niet onderverdeeld in kapitels en versen. Dat is pas later gebeurd. Dat heeft de mens gedaan om het, bij wijze van spreken, makkelijk te maken om te lezen en makkelijk om dingen te kunnen refereren. Ja, net als met de Matrix deel 2. Je moet eerst de Matrix deel 1 gezien hebben. Ik vul het maar even aan voor de kijkeraars. Ga maar door. Nou ja, ik weet nu niet wat dat daarmee te doen heeft. Dat is natuurlijk altijd een film. Ja, dat weet ik, maar wat heeft dat daarmee te doen? Als je een boek in het midden opslaagt, moet je altijd best eerst begin lezen voor het midden. Dank u wel. Dat is hier natuurlijk hetzelfde. Dat is hier natuurlijk hetzelfde, maar dat heeft ja niks daarmee te doen wat ik juist wilde zeggen. Oh. Kijk, we lezen nu kapitel 2 en dat begint dus: Thus the heavens and the earth were finished and all the host of heaven and all the host of them. Dat wil dus zeggen dat we hier met deze zin compleet in feite direct verder gaan met dat wat geschreven staat in Genesis 1, 31. Dus, alhoewel dat elk kapitel misschien op de een of andere manier afgesloten is, ja. Is het toch vaak zo dat in het volgende kapitel verder gaat wat in het eerdere kapitel opgenomen geweest is. En dat is al de eerste punt. Je mag de Bijbel niet uit elkaar plukken en stuk voor stuk gaan bezien, maar je moet alles in zijn geheel bezien. Met andere woorden, je moet dus ook Genesis 2 samen zien met Genesis 1. Mm-hmm. En je moet het als één verhaal gaan bekijken. En niet zeggen van, oké, Genesis 1 was dit en nu komt Genesis 2, is helemaal anders. Nee. Het is niet alleen een voortzetting. Het is een menselijke onderbreking die tussen die twee kapitels plaatsgevonden heeft. Dat is heel belangrijk, want vaak in het Nieuwe Testament heb je het ook. Dat in het ene kapitel echt voortgegaan wordt op dat wat daarvoor was. En dan zijn er veel mensen die citeren van iets en dan hebben ze geen flauw idee dat het in feite nog teruggaat op misschien zelfs een kapitel daarvoor. Versta je? Want mensen zijn heel vaak geneigd om dit of dat is een keer uit de Bijbel te gaan citeren, uit de samenhang in feite te halen. Oké? Okay? En hier zien we dus in de eerste zin duidelijk, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work, which he had made. And he rested on the seventh day from all his work, which he had made.
Dus hier krijgen we, en ik geef je natuurlijk direct de kans dat jij het in Nederlands gaat voorlezen, in je Nederlandse Bijbel voor onze toeschouwers. Maar hier krijgen we dus in feite dat wat ik al denk ik eerder een keer aangehaald heb, denk ik toch dat ik dat gedaan heb, dat ik gezegd heb van kijk, stel je de creatie voor, gelijk een kunstenaar die een leeg wit doek gaat hebben in het begin van de week, en dan met tekeningen en uitvullingen en kleuren en alles erop en eraan een schilderij gaan maken. En wanneer is die schilderij af? Allee, op het ogenblik als hem ze tekent. En wanneer was de creatie af? Allee, op de zevende dag, als God gerust heeft van al dat werk dat hij daarvoor gemaakt heeft. Maar we komen direct nog op een verdieping op die punt die ik nu wilde aanhalen. Maar misschien wilde je eerst eens een keer de Nederlandse vertaling voorlezen, Perry. Ja. Genesis 2, vers 1. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Dat begrijp ik niet helemaal. Maar al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. Even kijken, ben ik nou te ver? Want hier staat nog vers 3, ja. Ik heb nog iets meer. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust had. Heeft van al het werk. Dus met het Heer weet ik het ook niet, maar als je dat uiteraard... Bij mij is het echt langer, hoor. Wat? Ja... And on the seventh day God ended his work which he had made and rested on the seventh day from all his work which he had made. Daar is einde vers 2. Ja precies, maar vers 3... Ja maar nee, daar zover zijn we nog niet. We willen eerst eens een keer bespreken. Ah, je bent te ver gegaan. Oké, kom maar door, kom maar door. Ja nee, jij hebt toch daar juist gezegd, als ik je juist verstaan heb, dat je niet verstond wat dat zeggen. Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. Dat je niet verstaat wat hij bedoelt met host. Ja, en al hun heer, ja. Ja, al hun heer. Wel, dat is een idiote vertaling, heer. Maar je kunt dat uiteraard wel gebruiken, want dat is dus totaal verkeerd. Dat betekent ook, en ik kan hier best de Duitse vertaling bijnemen, want in Vlaams is dat voor mij ook niet logisch. De menge, amount, quantity, crowd, band, host, flock, gaggle, troop. Dat wil zeggen, dus... All amount, quantity, die ganze Menge, dus alles in zijn geheel werd gecompleteerd. Ja? And all the host of them. Dus we hebben die verschillende Elementen aangehaald, die gecreëerd werden. Ja? Mm. Eerst was er het Licht, en dann was er het Land, en de Planten, en de Zon, en de Maan, en de Sterren, en de Beesten, en de Mens, alles erop en eraan. En dus... And all the host of them verwijst eigenlijk naar een completering van alles. Ja? De massa werd gemaakt. Een ander woord voor host die je kunt gebruiken is amount, quantity, mass, crowd, bulk. Ja? Dat zijn andere woorden in Engels die je voor host in dit geval kunt gebruiken. Dat heeft niks te doen met de gastheer, want zo hebben ze dat in het Nederlands vertaald. Host, gastheer. Hun heer. Ik denk dat het oud-Nederlands is. Ja, nee, het trekt op niks. Als je Google vertaler daarmee bijneemt, dan zegt het ook gastheer, als je host ingeeft. Ja, voor de host, ja. Ja, voor host, patron. Maar hij zegt ook menigte. Ja? Crowd, multitude, mass, abundance. Ja. All die abundance is een schoon woord wat je daarvoor kunt gebruiken. Ja? Overvloed. Dat je dus... Overvloed. Ja, overvloed, ja. Wat je dus in plaats van host kunt gebruiken. Ja, dus om het een keer... duidelijk te maken. Dus eerst eens een keer moeten we dat uit de weg ruimen, dat als jij een woord niet verstaat, dat onze luisteraars en kijkers daar waarschijnlijk... Ja, precies, ja. Dat wij een betere vertaling weten te vinden in het Nederduits, dat spreek ik dan, hè? Mm-hmm. Van deze Engelse vers. Dat we de NBG kunnen gaan verbeteren. Ja. De NBG in straattaal. Ik heb ooit een Joma. In mijn Pinkstergemeente tijd was er een boek en er was een
Dat kon je heel goedkoop kopen. Kostte 5 gulden. En dat heette het Goede Nieuws of zo. En dan was het gewoon de Bijbel. Dat kon je heel makkelijk lezen. Straattaal. Misschien helpt het, hè? Want niet iedereen is zo erudiet zoals u. Oeh, erudiet zoals ik. Wat is dan nu voor gezever? Ben ik jij bent erudiet. Wow. Ja, vergeleken dan. Ik zeg niet dat je echt erudiet bent, maar vergeleken met. Jij kan beter Engels dan ik. Dus hebben we geen schande? Of zo. Nee, maar ja, ik ben ook niet bijzonder belezen of bijzonder slim of zo. Hè. Dat is ook allemaal de Heilige Geest die mij dat ingeeft. Want ik ben ook een heel normale mens. Hè. Ja. En in school was ik nooit niet goed in zo vakken en alles erop en eraan. Maar dat leren met de loop der tijd, omwille van dat de Heilige Geest zegt, het is noodzakelijk dat je deze dingen verstaat. En dan geeft hij u dat in. Uh-huh. Dus ik heb ook de eerste keer erover gelezen dat all the host of heaven, wat bedoelt hem daarmee? Maar dat wil dus in feite zeggen, and all the host of them. Ik zeg altijd host of heaven. And all the host of them. Maar dat wil dus zeggen echt de overvloed, alles, de hoeveelheid, alles. Het is dus compleet, het is afgerond. Ja? Ja. Het is een andere... Het is een andere manier om te zeggen, gelijk Jezus Christus aan het kruis zegt, als hem stierf, het is volbracht. Ja? Ja. Heeft hem gezegd, ja? It is done. It is finished. Ja? Datzelfde hier. En dus dan hebben we dus on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day, made all his work on the seventh day from all his work which he had made, and God blessed the seventh day and sanctified it. Because that in it he had rested from all his work which God created and made. Nu, dit is een heel belangrijke zin. Een heel belangrijke zin. En een zin die veel mensen A. niet verstaan. B. niet willen verstaan. En C. zelf zeggen van, maar dat kun je zo niet begrijpen, dat kun je zo niet verstaan, dat kun je zo niet uitleggen. Als ik tegen mensen zeg dat ik de Sabbat houd, dan vragen ze mij in de eerste plaats van, zijn je Jood? Waarom? Heeft de Jood de Sabbat uitgevonden? Ah, wel, de meeste mensen denken dat, hè? De meeste mensen denken dat de Sabbat Joods is. Maar hier lezen we dus, dat de Sabbat uitgevonden is. Da waren op dat ogenblik nog maar 2 mensen op deze aarde. Namelijk Adam en Eva. Da was nog geen Jood, da was nog geen Israelit. Maar zoals het in een ander plaats in het Nieuwe Testament ook staat, da staat namelijk erin, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ja? Met andere woorden, Sabbat werd voor de mens gemaakt en niet de mens voor de Sabbat. Oké? Okay? En hier lezen wij, dat van zodra de creatie afgesloten is, dat God de enige die heilig is en iets heilig kan maken, deze dag sanctified, heilig maakt. Ja? Vertaal ik dat juist? Sanctify, heilig maken? Ja, ik zal je even oplezen. Ja, doe maar. En God zegende de 7e dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is langer dan in de King James. Dat is langer dan in de King James, maar niet per se langer. Het is gewoon met moeilijkere woorden uitgelegd. Ja? Hmm. Maar uiteindelijk komt het daarop neer dat, en dat is iets dat moeten we begrijpen, want hier komt het voor de allereerste keer voor dat iets sanctified is, ja? Dus dat iets heilig gemaakt werd. Ja? God zegende de 7e dag en maakte hem heilig. Heilig maken kan alleen iemand die heilig is. Ja, ik heb vandaag alweer bijna moeten kotsen. Hè? Ik heb een video gezien, zeer schone video, van slag mij dood, ik weet niet meer wie, maar ik heb het gedeeld op Google Plus, staat erop. En dat ging over Kenneth Copeland, Tony Palmer, The Reformation is over, je weet wel. Oké, gaan we door. En ik heb alweer bijna moeten gaan kotsen, omwille van dat Kenneth Copeland, daar... Ja, sorry, dan ga ik even hoesten. Ga jij maar door, ik ga even hoesten.
Kenneth Copeland zegt van, tegen de paus in zijn boodschap die hem daar via dat smartphone geeft van Tony Palmer, be blessed. Be blessed. Ja. Dus Kenneth Copeland zegent de paus. Aha. Daarvoor in die boodschap van de paus aan die mensen heeft de paus gezegd, ik zegen u. Maar hoe kan iemand die zelf niet heilig is iets zegenen? Als ik wil dat iemand gezegend wordt, dan zeg ik tegen hem, God bless you. Dat wil zeggen dat ik daarvoor ga bidden, dat ik ga hopen en bidden dat God u mogen zegenen. Maar ik kan u toch niet zegenen. Ik ben een fallible, onnozel, dom, fout, zondig manneke. Ik kan u niet zegenen. Maar Kenneth Copeland roept daaruit, be blessed. En zijn hele congregatie, be blessed. Dat is blasfemie, als je het mij vraagt. Ja, zonder meer. Ja, maar fijn dat je daar even bij stilstaat. Even nog voor de luisteraars. Kenneth Copeland. En die andere, en die is dood, hè? Tony Palmer, ja. Die is dood, ja. Je had die ook hier in Nederland, had je zo'n joker, die kwam ook altijd op tv. Dat was ook zo'n katholiek. En die zag er echt zo geweldig uit. Ik weet zijn naam niet meer. En die had van die snelle babbel. Die is nou ook weer weg. Ja, ik hou niet zo van katholieken. Ik vind het helemaal nergens op slaan. Ja, dat is een goed punt. Ik kan je niet tegenspreken, Berk. En ook die mooie ruzie met Marco. Dat gaat steeds beter, hè? Dat Marco en ik... Hij heet niet meer professor dokter. Hij is van zijn titel ontheven. Aha. Hij heet nu alleen nog maar Marco. En daar is Marco erg blij mee. Die titel was een beetje bezwarend. Maar... Heb jij hem die titel gegeven? Of ja, heeft dat was, zelf... dat was toen dat we satire gingen doen. Ja, het wordt spannend steeds... met andere woorden. Ja. Het wordt nu wat rustiger, niet meer zo... Ja, dus die term is eraf, hij heet gewoon nu weer Marco. En dan blijft hij gewoon doorgaan over de Bijbel. Mm. Ja. En katholiek opgevoed. Hij heeft een woede tegen het boek. Dat is het eigenlijk, denk ik. Woede tegen zijn jeugd. En dat kwam door dat boek. Ja, maar omwille van dat hij niet het juiste boek juist geleerd gekregen heeft, dat is het probleem. Ja. Ja. Maar waar ik hem te pakken heb, is dat hij is wel degelijk boeddhist. En Boeddha, die kon geen volgeling van discipel, laat staan apostel, van Christus Jezus zijn. Want Boeddha was 300 voor, hoe zeggen we dat ook alweer, BC. Ja, voor Christus. Ja, die voor common. Nee. Ja, maar dat zijn heel grappig. Ja, maar... Wolter Feit maakte er laatst weer leuke grapjes over. Met BC je hebt voor en Christus BCA, en Anno BCE. Je hebt voor Christus en Anno Domini. BCE en CE. Dat zijn nieuwe New Age termen die daar aangegeven worden. Ja. Die vooral Christus verloren. En anders ging dat dan niet zo zeggen. Hè? Ja, gewoon, je kan ook zeggen before bullcrap. Ja, in elk geval, ik heb je een privégesprek. In ons privégesprek heb ik je al gezegd over Marco, dat mij dat niet verbaast dat hij een boeddhist of iets dergelijks zal zijn, want of daar naartoe gaat trekken. En ik heb je toen uitgelegd waarom ik daar nu niet verder op ben, dus wat je hier zegt verbaast me nu helemaal niet. En over Boeddha, wel, daar ik weet dat jij daar een heel hoge mening over hebt. Ik heb daar een ganz andere mening over, want Boeddha kan nog zo mooi geklonken hebben. Als je hem vergelijkt met Jezus Christus, dan valt hem in het niets. Ja, want even voor de kijkeraars. Christus Jezus is gestorven aan het kruis. Het is niet het eerste boek wat je je kind gaat voorlezen voordat het gaat slapen. En Boeddha is overleden aan voedselvergiftiging. Omdat hij toch vertrouwde op die mens waarvan die andere mensen nog zeiden...
Ja, maar hij kan niet koken. Die heeft lotuswortel gemaakt en dan fout voorbereid. En toen was Boeddha dood. Maar voor de rest, ja, Boeddha is niet zo. Boeddha is achterlijker, om het maar grof te zeggen. En dat is wel duidelijk, hè? Hij was achterlijker. Maar voor de rest, zoals Boeddha was, zoals Christus ook. Want als mens was hij aristocraat. Als een zoon van een architect. Niet per se een timmerman. Maar dat is een ander verhaal, we zijn in het Oude Testament. Ja. Dus we lezen hier in vers 3, dat God de zevende dag gezegend heeft, en dat hij die heilig gemaakt heeft, omdat hij in deze dag gerust heeft van al dat werk dat hij maakte van al zijn creatie. Ja. Dus met andere woorden, hij schept de zevende dag alleen ter ere van de voorafgegane zes dagen. Om te manifesteren dat met de zevende dag bevestigt hij wat hij die zes dagen daarvoor gedaan heeft. Hij zet zijn handtekening onder de schilderij. Hij is de auteur van de creatie. Zes dagen werkt hij, zes dagen creëert hij en dan maakt hij de zevende dag om daarvan te rusten en dat wij de creatie kunnen genieten op die dag. Dat wij een keer buiten gaan, op een wei gaan liggen, dat wij eens een keer door het woud gaan wandelen of aan de zee gaan wandelen. Ja, zoals, dat we van dat we van de creatie genieten en dat we bij onze schepper zijn en dat we hem kunnen danken voor dat werk dat hij gedaan heeft en dat we die dag kunnen gaan rusten van al dat werk dat wij gedaan hebben. Want later in de Bijbel komen we gaan tegen dat hij zegt, zes dagen zal je werken en al je werk gaan doen, maar de zevende dag, de Sabbat, zul je rusten. Daar zul je geen werken doen. Want als God zelf geen werk doet, dan vraagt hij dat ook niet van een ander. Heel belangrijk punt, vind ik persoonlijk. Amen. Ja. Nou, wilde jij nog die vertalen naar het Nederlands? Of heb je dat al gedaan? Ik weet het al. Nee, je hebt het al gedaan. Die heb ik al gedaan, ja. In het Nederlands okay. is iets langer. Ja, dan gaan we naar vers 4. Ja. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Dus met andere woorden, hier krijgen we nu gewoon een keer gezegd dat dat boek Genesis in feite daarover gaat over de generaties van de hemels en van de aarde, wanneer zij gecreëerd werden. Dus met andere woorden, we krijgen hier het geschiedenis, de generations, we krijgen hier het geschiedenis opgedist van wat er op voorhand gebeurd is. En hiermee, met deze vers 4, wordt gezegd, dit is nu afgesloten. Ja? These are the generations of the heavens and of the earth when they were created. Nou, waarom staat er hier ineens heavens, hemelen, en in het begin staat er toch, in the beginning God created the heaven and the earth. Dat staat hier ook in vers 1. Thus the heavens... Nee, in de King James staat heaven. Als je een Bijbel hebt waar de vertaling staat in the beginning God created the heavens and the earth, dan heb je een verkeerde vertaling. Even kijken. Want een verkeerde Bijbel. Oké, dan ga ik nu even, kan je met me meekijken? Ja, de King James zegt in the beginning God created the heaven and the earth, not the heavens. Maar kan je mijn scherm zien? Als ik hier Skype ga bekijken, misschien wel. Als je scherm deelt, ja, zie ik nu, ja. Oké. Dit is de King James website. KJV Standard, ja? Ja. En hier staat meervoud. Ja, maar waar zit je daar? Dit is Genesis hoofdstuk 2, vers 1. Ja, dat hebben we al gelezen, ja. En ja, nu lezen we toch een keer. Ja, oké, maar nu lezen we toch een keer. Jij hebt dus in het enkelvoud, je hebt een geprinte versie. Maar, want in mijn NBG-taal, vertaling, ja. Staat alzo werden voltooid de hemel
En de aarde. Okay. Nee, kapitel 2, dat is juist, ik heb daar eventjes niet op gelet, begint in vers 1 met heavens, dus met hemelen. En in vers 4 eveneens met hemelen. Ja? En waarom is dat zo? Want in vers 1 lezen we toch dat God in het begin de hemel en de aarde gecreëerd heeft. Ja. Maar dat is zo omwille van dat wij gelezen hebben dat hij in vers 9... Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so, and that was nie. Waar doet hem dat hier? Let there be a firmament, verse 6. Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And then God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Daar creëert hij meerdere hemelen, bij wijze van spreken, in ene keer. Ja, dus de hemel is maar één hemel, maar die is onderverdeeld in verschillende stadia. Zo kunnen we dat zeggen. Ja? En één van die stadia hebben we ondertussen niet meer. Dat is die beschermlaag van water die naar beneden gekomen is tijdens de vloed. Daar lezen we in Genesis 6, denk ik, over. Hè? Want daar is die tijd van de vloed. Als we dat halen voor ons heen gaan, ja. Dat zou heel mooi zijn. Oké, doorrammen. Ja, die vraag is, ten eerste ram ik nu in één keer niet door. En nee, ten tweede, ik moedig je alleen maar aan. Ja, ik weet het. En ten tweede, weet je, als het niet zo mag zijn, dan mag het zo niet zijn, omdat God het bepaald heeft. Hè? En zijn willen geschieden, niet de mijne. Hè? Mm-hmm. En niet de jouwe, maar de zijne. Ja, I know. In elk geval, dat is dus een uitleg waarom dat je in één keer hier over heavens spreekt, dus in vers 1 en vers 4, waarom dat je ineens over heavens spreekt en daarvoor maar over de hemel gesproken hebt. Ja. Vers 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Ja. Een zeer interessant punt natuurlijk, dat we hier eventjes over gaan spreken, dat het niet geregend heeft. Het heeft niet geregend tot de zonvloed. Tot de ark gedaan en bemand was en bezet was van al die dieren, heeft het nooit geregend op deze aarde. Dat water kwam van onder. Dat wij vandaag de dag grondwater noemen. En mist, nevel was er. Oh, echt heel mooi Nederlands wat ik hier lees. Tau, laat maar zeggen. Tau, zeggen ze, ja, dacht ja, ik. Ja, ja. Ja. Maar geen regen, hè? Dus je moest toen nog niet naar Spanje gaan voor vakantie voor Goeweer te hebben. Je had dat hier ook. Oké, dan lees ik even op zijn Nederlands. Ik vind het mooi Nederlands. Ja. Vers 4, hoofdstuk 2. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, streepje, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. Er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Ja, precies. Ik moest het gewoon doorlezen. Ja, is oké. Maar dan geef je mij nu een kans een keer om het in Engels te lezen en dan gaan we het bespreken. Ja, kom maar. Dus in vers 6, hein? But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. And the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ja. Nu, wat zegt het in jouw vertaling? Einde van vers 7. God breathed into his nostrils and
The breath of life and man became a living soul. Hoe staat dat bij jouw verhaal? Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Oké. En je hebt het dus een vertaling die niet perfect is. Want in het Engels staat er, and man became a living soul. En het woord soul wordt naar het Nederlands normaal gezien vertaald naar ziel. Oké? Okay? Ja, wezen staat hier. De ziel die wij hebben, ne? In Duits zelen, onze zelen. Oké? Ja. The point is, and that's why it's maybe not such a bad translation. Oh, sorry, nu ben ik in Engels bezig. Ja, dat mag allemaal. Je mag ook in het Duits overgaan. Alles klaar, commissar. We zijn hier op onderzoek. Ja, het is... Allee. Ja, kom. Er is een reden waarom dat misschien toch niet zo'n heel slechte vertaling is. Maar in elk geval wordt hier een keer één ding duidelijk. Als je deze vers al gelezen hebt, Genesis 2, vers 7, dan versta je dat er geen onsterfelijke ziel is. De hele Romeins-Katholieke kerkse leer van als je doodgaat, oh, je moeder is gestorven, maar nu kijkt ze van de hemelen neer op u, is absoluut bullshit. Sorry voor die harde woorden, maar dat is absoluut, dat is mensen in het zot drijven met leugens. Waarom? Ten eerste leert de Romeins-Katholieke Kerk ook dat er vaaggevuur is. Dus kan de moeder niet meer even van de hemel naar beneden kijken, want ze moet eerst door het vaaggevuur. En alleen jij kunt haar eruit kopen of haar tijd daarin verkorten, of ze kan eruit gehaald worden, misschien als de paus haar selig spreekt of iets dergelijks, of heilig spreekt. Anders zit ze in het vaaggevuur, niet boven in de hemel en ook niet beneden in de hel. Volgens Romeins-Katholieke Kerk leer, niet volgens mij, Jörg, niet volgens Perry, niet volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel, en dat vind ik dus heel schoon gezegd, het staat hier in vers 7. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Man became a living soul. Start here, and man received a living soul. Heeft een ziel ontvangen? Nee, hier staat, hij werd een levende ziel. Ja. Door het inademen van de adem van het leven van God. Op den ogenblik, als wij sterven, en wij doen onze laatste ademtocht, zoals ze zeggen van, en nu is gedaan, is je ziel weg, ja? Je ziel is het leven dat je hebt. En dat leven gaat uit je, dan is je ziel ook weg. Daar is geen onsterfelijke ziel. Die van de hemel naar beneden, van de hel naar boven, of van het vaaggevuur, weet ik veel, schuins naar Jehovah kijkt of zo. Als je dood bent, slaap je. Zullen we later nog in de Bijbel leren. Ja. Maar je ziel is dus futsch. Die is terug bij die, die ze in de eerste plaats gegeven heeft. Want die zijn adem is terug bij hem. Ja? Ik vind dat een heel belangrijk punt, want heel veel mensen denken daarvan dat de ziel is iets wat iets apart van ons, bij wijze van spreken van we hebben onze vleeselijke lichaam en in onze spiritualiteit, in onze geest hebben we onze ziel. Nee, dat is niet zo. Dat staat nergens niet geschreven in de Bijbel. Ik denk, als dat zo was, dan zou God ons dat meegedeeld hebben. Ik wil je niet beledigen. We hebben een spiritueel leven, naast het vleeselijke leven, natuurlijk, anders gingen we ja niet in het spirituele koninkrijk van Jezus Christus kunnen zijn.
gelijk in de Bijbel erin staat, in de Book of Acts, in Handelingen, staat er ja later in, en dat dagelijks mensen toegerekend werden aan het koninkrijk van God. Ja? Dus dat koninkrijk bestaat, dat spiritueel bestaat, en wij zijn daar ook een deel van. Dus dat neem ik daar niet van weg. Maar de ziel is niets wat van ons apart is, dat maakt ons niet uit. Het is gelijk onze karakter. Onze karakter is ons van God gegeven. Wij hebben geen karakter. Wij vormen of misvormen hem hier misschien zijn beker, daar strijd ik niet af. Maar onze karakter is in de eerste plaats van God gegeven. Ja? En de ziel is ons ook van God gegeven. En als wij uitademen de laatste keer, dan is de ziel weg. En die krijgen we terug bij de heropstanding. Jij wilde nog iets zeggen, Perry? Nee, ik vond het een hele mooie rant die je had. Goed, als je daar niks toe te voegen hebt, dan zal ik maar verder lezen, zeker, hè? Ja, ik wil nog iets zeggen over de ziel. Ja, doe dan. Je hebt mensen die zijn aardig. Je hebt mensen die zijn geestig. En je hebt mensen die zijn zielig. Ik weet niet of de grap goed overkomt voor iemand ja. Die Duits... Nou, ik verstaan wel. Ja. Vooral zielig. Ja, zielig. In plaats van zalig. Ja. Je hebt zo'n Belgische artiest, die heet Herr Seeler. Ja. Ken je die? Ja. Van heel vroeger nog, ja. Ja, die andere man. Ook van die cartoons en maten. Maar het zielig zijn... Ik denk wel dat, dat je lichaam een samenstelling is tussen hoe je over dingen denkt en hoe je lichaam dan is. Dat, Walter Veit, die begon er ook over epigenetica. Walter Veit is een zooloog, hè? Hij is professor zoologie. Dus ja. Die weet wat van biologie, mag je aannemen. En hij heeft dus ook gezegd dat epigenetica, dat is. Dus er is wel degelijk iets als een ziel. De manier waarop je je omgeving waarneemt, dat weten we eigenlijk allemaal. Als je denkt van, oh, het wordt angstig of zo, dan krijg je testosteron. Dan krijg je hormonen. Je lichaam gaat gelijk... Dus een beïnvloeding wederzijds. En dat noem ik de ziel. Ik heb me misschien dan niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Ik wilde daarmee gewoon duidelijk maken dat de ziel een deel van ons is. Dat dat niet iets is wat extra, wat apart is van ons lichaam. Maar dat de ziel samen met ons vlees, met onze karakter, ons uitmaakt. Dat is één. Ja. Dat wilde ik daarmee zeggen. Ja. Want als je dat zo leert, gelijk in de Romeins-Katholieke Kerk, dan ga je zeggen van, kijk hier rechts, daar is de ziel, en kijk hier links, daar is de mens. Ja. En zo is dat niet, dat is één. En doordat God de adem in ons inblaast, de adem van het leven, worden wij een levende ziel. Op den ogenblik, als we onze laatste ademtrek doen, zijn wij geen levende ziel meer. Ja, we leven ja niet meer. Wij leven door te ademen. Kijk, de mens kan 40 dagen of zo zonder eten. Je kunt een dag of 7 zonder drinken. Je kunt een dag of 10 zonder slapen. Maar probeer maar een keer 10 minuten zonder ademen door te komen. Dat gaat niet lukken. De lucht, het ademen, is onze voornaamste bezigheid. Als je dat eens een keer voor 10 minuten vergeet, heb je een probleem. Oké, Jurk, als we nou deze uitzending afsluiten, dan maak ik even een afsluiting. Jij krijgt als eerste de afsluiting. En dan gaan we verder in Genesis 2 en dan pakken we vers 8 op. Waarom wil je hier eindigen? Ja, waarom wil je hier al eindigen? Is al zo vroeg? Omdat we dan... Nou, dan maken we 2 uitzendingen. Oh joh. Dat kunnen we doen, hè? Ja, oh, geen probleem. En dan doen we gewoon nu even pauzemuziek. Dus zeg maar dat wij... Time for the commercials. Oké, nou dat was de afsluiting van Jurk. En ik zeg tot na de commercials.